Hallo mensen, fijn dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag zijn we terug met een nieuwe aflevering van House of Ashes. In de vorige aflevering is er een heleboel gebeurd, want we zijn de eerste stappen in de grot gaan zetten. We waren allemaal verspreid, maar op een gegeven moment kwam Nick en Jason bij elkaar. Dan hebben we ook Merwin gevonden, die was helemaal onder bloed, die is ook gewond geraakt. En daarna is Clarice ook meegenomen door een beest. We weten niet waar ze naartoe is. We weten ook niet meer of ze leeft. Ik hoop eigenlijk van wel dat ze nog leeft. Anders is het wel heel spijtig. Daarna zijn we ook nog gestrand met Rachel en Erik in een grote ruimte. We hebben een generator gevonden om lampen aan te zetten. Maar we ontbreken nog gas voor erin. Dus de bedoeling is nu dat we eigenlijk gas voor die generator zullen vinden. Dus ik hoop dat we dit kunnen gaan vinden. Dus vind je het leuk, doe een keer een duimpje omhoog en te abonneren op belletje te drukken. En dan gaan wij verder waar we gebleven waren. Nothing. En er zijn geen heel veel, zo heel veel spulletjes hier. Kijk. Expect. You gotta see this. Wat moet ik zien? Ik ben echt bang. Ik durfde mijn ogen niet te openen. Ik was echt bang hier. Ik dacht van, er gaat hier iets gebeuren. That's a hell of a lot of fireworks. Oké. Er hangt hier gewoon TNT. Goed om te weten eigenlijk. Stel je voor dat we echt in de pinari zitten. En de enige oplossing is de boel opblazen. Dan kunnen we die TNT laten aansteken. Alleen moeten we daar echt wel goed over gaan nadenken. Want eenmaal het afgestoken is, dan kan je het ook niet meer stoppen. En er staat hier een machine gun. Eric, check this out. Er zit alleen geen ammo-munitie meer in. It's a World War II model. Ties in with the time the archaeologists were here. Ja. What the fuck happened here? Ze hebben hier goed geschoten. Ik denk. Ik denk niet dat er nog munitie in zit. Ik denk dat die op is. Staat hier ook een tentje? Laten we even kijken in een tentje. Misschien dat er ook nog wat ligt. Oh, ja hoor. Wat staat er hier op? The Journal of Randolph Hodgson. Oh. September the 24th, 1945. When Lady Bradshaw summons you, you go. Mary and I were bound for our honeymoons, but the chance to dine with one of Britain's finest antiquarians was too great for us to miss. When we met, Bradshaw wore a brooch that caught Mary's eye. A Sumerian relic recovered from a dig site in the Hashemite kingdom of Iraq. Yeah. After dinner, she showed us another find from the same site. Dit hebben we al gevonden. An old cuneiform tablet. She called it the final alleen een beetje kapot. In our life's work. A map that pinpoints the tomb of Alexander the Great. A map? If she's right, the tomb lies somewhere on the border of Iraq. Lady Bradshaw wants us to lead her expedition. I realize now that our honeymoon will take place in a dusty dig site in the Zagros Mountains. Oh, in 1945 zijn ze hier dus begonnen met die onderzoeken. This place is starting to make me feel a little uneasy. Dus dat is wel al een tijdje geleden dat dat gebeurd is. Je ziet hier ook waarschijnlijk het team die de opgraving hebben gedaan. What happened to these guys? De Hodgson Expedition, oktober 1946. Ze zijn hier dan wel een jaar gebleven, want het was in 1945 dat ze begonnen met graven. Een foto werd genomen in 46, dus het is hier wel een tijdje geweest. Hier, oh kijk, hier is nog wat gas. Alleen, ik laat het gas eventjes staan. Puur omdat ik even nog een kijken wil nemen of ik nog iets kan vinden. Maar kijk, hier is nog meer TNT. Hier lag ook nog wat. Kijk, een steen. A29. A29. Dat moet een code zijn, denk ik, van iets. Dus laten we A29 onthouden. Ligt hier ook duct tape? Zien dat we die kunnen meenemen. Kijk, ja. We nemen deze mee. Dat is wel handig. Zie, daarom moet je echt
gaan kijken in je omgeving, vooral je eigenlijk verder gaat met wat je moet doen. Maar kijk, hier is nog meer TNT. Ja, je kan echt heel die boel hier opblazen als je wil, denk ik. Dat is echt niet meer normaal. Maar stel dat we TNT nodig hebben, weten we dat we in die hoek en die hoek kunnen. Hier ligt ook nog wat. Ik ga hier zomaar hard schrikken, hè. They really didn't want anyone flanking them. Ja. Oh my god, ik durf er niet echt naar te kijken, eerlijk gezegd. Hier is ook nog TNT. Dus in alle hoeken zijn er TNT geplaatst. Dan moeten we niet twijfelen welke kant we moeten oprennen. Kijk, dat is een... hier moet nog een stopcontactje in en dat kunnen we hem laten afspelen. Dus die zal waarschijnlijk hier ook nog ergens gaan liggen. Dus we moeten even opletten dat we dat misschien hier kunnen dan vinden. Ik ga even wel nog de trapjes op, hoor. Hier is het eigenlijk allemaal gebeurd, hè. Want dit is die troon waar die gekke gast dan in de eerste aflevering in zat. Dus ze zijn nu echt wel op de place to be. Alleen ik ben bang dat ik echt nu te ver loop. Zometeen wordt nog gegrepen ook. En is die shit nog niet eens aan. Ik heb hier een naar gevoel. Hier ligt heel veel shit. En bloed, denk ik. Wat ligt hier dan? Dat is de tekening van die monsters. Er staat wel een 1B. Blind. Uses echolocations to hunt. Symptoms? Hypersensitivity. Skin highly resistant to physical traumas. Clumsy flair. Dat zijn de karakters van die monsters. Ze zijn blind. En ze gebruiken eigenlijk locaties met veel echo. Eigenlijk komen ze alleen op geluid af dan, als ik het goed voor heb. En ze zijn heel hard bestendig tegen fysiek geweld. Dus eigenlijk kan je niet slaan. Als we echt met de vuist willen vechten, zouden we dat beter niet gaan doen. En hier is ook nog zo'n steen. Zij pakt iets op. En er komt vuur. Zie je? Ze pakt iets op. Een taser of zo. En er komt vuur. Ik weet niet of dat goed zou zijn of niet. We zullen zien. Wat is dit? Is het een gat hier of zo? Of is het bloed? Het is een gat. Het is een diep gat hier. Holy shit. Ja, ik denk dat dit het dan hier was, op deze locatie. Maar kijk, dat is wel goed dat we hier zijn geweest, want nu weten we eigenlijk dat ze blind zijn. Nou, ik hoop het dat ze het juist hebben opgeschreven. Zometeen klopt het niet helemaal. En fysiek geweld moeten we dus ook niet gaan doen. Dus zie maar echt hoe belangrijk het is om gewoon hier een beetje onderzoek te gaan doen. Maar ik ga het gas pakken. Gaan we het in de generator doen. Alleen ik vertrouw er niks van, want zo'n generator, die maakt natuurlijk heel veel lawaai. Eric, come give me a hand with these en die cans. Dingen gaan op lawaai afkomen, zoals je al weet. Tell me, had a little luck. Ja, pas op hoor, ik zweer het je. How's the leg holding up? Een beetje last van zijn benen inderdaad. Oh, you mean the prosthesis? I lost my leg back on the highway. Don't. I still feel guilty. I didn't make it easy on you, Rach. I know that. You weren't to blame for that crash. Come on, let's get to work. Er is iets gebeurd, het is benen is kwijt. Hij raakt. Of gewond. En dat was mijn beest inderdaad. Shine a light on the tank. Uh-oh. En dat ding moet niet eens lawaai maken voor die beesten komen. Ze zijn er gewoon al. Zo weinig? Ah, shit. Oh, hij lekt ook gewoon. Ze werkt gewoon niet. Fuel tubes worn loose. The damn valve is leaking. Can it be fixed?
Hey, Lecto, we have to secure the tube before starting the generator. There's gotta be something here to fix. Hey, we hebben wel plakband gevonden. Ja. You got it? I've got it. Zie je goed daar van mij? Once you said back at the base, you were wrong. It doesn't sound like me. You said nothing had changed between us. But I've changed. All that time spent away from each other, I couldn't stop thinking of you. Don't you feel the same way? Even a little? Weet je, we zeggen gewoon niks. Okay, well, this is a little awkward. Ja, sorry hoor. We moeten een beetje afstand. Hold your focus on the job. It's done. Hey, give me a hand with this panel. Look at the state of these. Messed it, so me. They're shot. En die zou waar dat ding kunnen. Feels like so long since we worked on something together. Same time feels like yesterday. Why do we leave things like this? I tried. Als de verliefdesrelaties gaan bespreken, bro. Zet die fucking monsters. We should have stuck together. I don't think either of us expected to be out of each other's lives for so long. Past year or so, my head's been buried in Kalis, and I was blind to anything else. I respect for you here. Your work is bigger than the both of us. Like, I don't think either of us could have foreseen the impact it would have. Rach? Say what's on your mind. I've missed you, Rach. Oh, like you wouldn't believe. Back then, I don't know, things seemed confused, but... It's voorbij, bro. Now, it just seems simpler. Ja, we gaan nu zeggen dat het verleden is. It's the past, Eric. We have to put it behind us and look towards the future. Otherwise, we're just going around in circles. I'm happy to look to that future. Kijk, ik kan ermee leven. Goed zo. Let's fire her up. Ja, ik zie dat de ding lawaai ging maken. Oh my god. Hij is wel licht. Dat licht op. Oh, en dat ding werd ook in natuurlijk. We have power. Ik denk dat die monsters daar niet blij mee gaan zijn. Let's take a look around. I'll take a look around. Ik heb wel een look around. En Jason is hier aan het knallen als een motherfucker hoor. Oh, hij valt ook nog. Dat is niet handig, vriend. Die dingen komen echt achter ons aan. Wat is dit? Oké, we moeten goed gaan denken. Dat werkt dus niet. Maar ze lopen wel weg. Ze hebben niet in veel effect. Ik denk dat we echt een keer die bommen gaan moeten ontploffen op die gasten. We gotta go through it. Don't make it. The other way is safer. We gaan er doorheen. Luke, I'll follow with Merwin. We gaan er doorheen. Oh nee. Ik herken dit stuk. Heb je dat niet gezien? Dat hij meegesleurd werd in dat gat? Ik hoop niet dat dat stuk is. Oh, die beesten komen er nog aan. Echt waar. Ze zijn aan het afsnijden. Ja, kan u niet beter naar links, want die beesten komen daar.
dat zei ik. Wacht, ik doe niks, ik doe niks. Ja, ik wou niks doen, weet je waarom? Omdat ik weet dat het geen nut heeft om hem te slaan of zo. Dan maak ik hem nog bozer. Let's go. Daarom wil ik niet slaan. Ik zat te twijfelen, maar het is goed gekomen nog. Dan gaan we even naar die tent. Want dat opnamebandje daar, die heeft nu power gekregen. Dus ik kan even luisteren. You think it still works? Let's find out, shall we? The tape is all tangled up. Nee, dat is niet fijn. It's fine, I can fix that. So when did you stop wearing your wedding ring? When did you stop wearing yours? It didn't. Always close to my heart. Ja, we gaan gewoon zeggen. You're always a good guy. Daar is niks mis mee. Ja, dat is dat weer wel mis. Have you forgotten what this ring means to me? I want you back, Rachel. Oh nee. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik ga eerlijk zijn. Someone else now. I knew it. The bones of this temple are drenched in blood. Hey, ik heb altijd geleerd dat we moeten eerlijk zijn. Ik ben nu eerlijk geweest. Het is er echt uit. Hij wil het gewoon niet verstaan. Blasphemy comes in indescribable shapes and forms. For eons we lived as children in this world, unaware of the horrors that slumber beneath our feet. Now we have blindly thrown open the gates to madness. I fear we've taken, but I must do what I must. We must seal this place for eternity. Hello, mankind. Mary, I'm sorry. So, die is dat verknald. Daar komen die beesten. Of niet? Hallo? Oh? Shit! Oh, dat zijn de enemies. Ja, serieus! Bro! Meen je dit? Oh nee, we worden nog altijd achterna gezeten door die beesten. Die andere guy kan daar uitgaan, hoor. Oh. I'm gonna kill them all. The hell is going on? I don't know, man. It was not supposed to play out like this. Ja, nee, you shit. Call signs, this is King. Contact, contact. Taking fire. Did anyone call me? Over. That's Rachel. Yep. King. Ze wordt dus ook. Ja, ze wordt aangevallen door die andere. Wij worden aangevallen door het meeste en zij door het mens. Ze gaan dus weer weg. Move, move. Let me go. Nee. Iedereen komt veilig thuis. We need to get to Rachel. I said leave me. Hold him off. Marwin, those are not Iraqi. Whatever the fuck they are, they're mine. Go. Nee. We laten niemand achter. Nooit. I'm not leaving a man behind. Nooit. Dat is de wet in de army. Oh, maar we zien ook niet verder wat er gebeurt. Die gast zit nog altijd achter ons aan, hè? Dus we moeten snel zijn.
Nee, je moet helemaal naar boven klimmen weer. You're not serious. That looks decades old. Ja. Het is tenminste iets. You see him? Schiet hem gewoon af. Daar komt hij. He's coming. En van mijn part mag die gast uit. Wajo, 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 wajo. Ik was hier niet op voorbereid. Zo van die steen. Ik trouw er niks van. Oh, 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 rustig, 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 rustig. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Nee, dat meen je niet. I got you, Rach. I got you. Gelukkig hebben we dat touw. Ze gaat nog verder naar beneden, maar ze gaat ons zo meteen meetrekken. Oh, ja, 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 ja. Ze zeggen, hou het touw goed vast. Oh, we moeten klikken. Hou hem vast. Oei, 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 dat touw is ook. Ik zie het scheuren al daar. Oh, oei, 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 oei. Nou ja, pak die steen of zo. En niet zo wiebelen. Ja, dat bedoel ik. Dat touw gaat sowieso knappen. I'm so sorry, Rachel. Nee, we gaan het niet doen. We gaan het... Gaan we het doen of nee, we gaan het niet doen. We gaan het niet doen. Nee, 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 nee. We gaan het niet doen. Ah nee, die gast komt. Ja, maar ja, weet je wat? Come on! Die, ja, moet... Ik ga hem doorknippen. Die gast komt. Anders gaan we allebei dood, of niet? Ik ga het me zien en dan gaan we allebei dood. Maar ik... Knip hem maar door. No! Ik hoop dat het in het water valt. Zie, nu heeft hij niks zo... Weet je wat het is? Hey, ik wil sowieso horen. Dan schoot hij mij neer. Ik ging dood. En dan gaan we alle twee naar beneden. Waren we alle twee dood? What nightmare have these luckless souls fallen into? Ja. Poor Rachel has been lost to the darkness. Ja, wrijf het er maar in. Bonds that were once thought unbreakable have now been cut free. The heart is always the first to fall. And there are always unexpected casualties with any separation. What of Jason and Nick? Brothers in arms, but are they really as close as they appear? Or will it be a case of each man for himself? Which brings us to Salim. He seems level-headed, an almost reluctant soldier, perhaps. An unwelcome fate now awaits our survivors. Trapped beneath the earth, swallowed by the void. One by one, their lights will be snuffed out. Unless you can find the means to save them. It's not my place to concern myself with the affairs of others, but it does keep things interesting. Yeah? I can offer you some words of advice, as long as you are willing to keep this strictly between
Hellstorm. Nou, zeg het me. Sowieso als ik ja ga. A prudent choice, all things considered. Long ago, I met a blind poet who impressed upon me these wise words. Long is the way and hard, and out of hell leads up to light. That's all. Oh, controllers leiden me niet. Dat waren wijze woorden, inderdaad. Maar voor we verder gaan met Jason, gaan we hierbij de aflevering afsluiten. Er is heel veel gebeurd. We weten niet of ze nog leeft of niet. Dus ik hoop het wel. Ik hoop dat we echt een goede keuze hebben gemaakt. Dus hebben jullie genoten van deze aflevering? Doe ik een duimpje omhoog in te abonneren op belletje te drukken. En dan zijn we zo snel mogelijk terug. Vervolg. Bye.